De ambassade van India heeft zondag het Yoga Festival afgesloten. Het festival begon op 10 juni en is georganiseerd in samenwerking met het Indiase Culturele Centrum. Door de VN is 21 juni uitgeroepen tot de Internationale Yoga Dag. Yoga stamt uit India en is een hindoeïstische vorm van ontspanningsoefeningen. Yoga leert de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen. Satinder Kumar, de ambassadeur van India, vertelt waarom de ambassade deze dag heeft georganiseerd. The idea is to make this knowledge of India available to the whole world, which promotes good health, so reduces a lot of expenditure on this, stress management, and more than that, actually, yoga is for realization of divinity, and that gives you positive energy. So there are many things and there are many forms of yoga. So that was the reason we organized International Yoga Day here on 18th June at KKF. Volgens de ambassadeur zal de beoefening van yoga resulteren in meer vrede en harmonie op aarde. Yoga is geen religie, maar spiritualiteit en geeft inzicht over onszelf en ons bestaan. Kumar geeft aan voor wie de Yoga Dag is georganiseerd. This was open to the public. I have done many TV interviews, radio talks and we have done a lot of programs during the last week on yoga's relevance, yoga's importance with about health, about stress management, about disease prevention, about disease cure on diabetes. So all these programs, and actually 18th June was the culmination of the program. Tot zover Satinder Kumar, ambassadeur van India. Hij sprak over de yogadag die zondagochtend is gehouden op het KKF-beursterrein. Morgen wordt wereldwijd internationale dag van de yoga gevierd.